Dit is de Haagse Ballonnenboer en Stekeltje. Hoi allemaal, welkom weer bij de Haagse Ballonnenboer en leuk dat jullie weer kijken. We hebben weer een workshop en dit keer een heel mooi sieraad, zie je? Voor op je vingers, maar ook voor op je pols. En het leuke is, we hebben natuurlijk vorige keer de techniek, heb ik jullie uitgelegd, van de bolletjes maken. Ik denk, nou daar moeten we wel mee, want dan heb je gelijk een leuke workshop waar je wat mee kan. Dan kan je gelijk de techniek gelijk uitvoeren om iets leuks te maken. Nou, dit is voor je om je vingers. En we gaan er nu eentje maken voor om je pols. Nou, ik heb chroomballonnen gebruik ik ervoor, want ik vind chroom is toch wel erg mooi om natuurlijk sieraden van te maken. Blaas hem niet te ver op, want je hebt niet veel nodig. Nou, wat ik vorige keer al in de techniek met de bolletjes liet zien, we gaan 6 van deze bolletjes maken. Zie je? Probeer ze een beetje hetzelfde te houden. Dat is altijd best wel moeilijk. Ook bij mij gaat dat niet altijd helemaal goed. Want ja, het blijven ballonnen. Maar ik probeer toch altijd op een beetje dezelfde richting op te gaan als de vorige. Dat maakt het natuurlijk wel het mooiste. Zo, ik heb er nu 5. En de laatste, de 6e, is dat ook aan. Nou, je ziet, ik heb 6 bolletjes. En nou, de nozzel doe ik hier omheen. Dus aan het eind, zie je, waar ik zit, doe ik hem eromheen. Zo. En dan dit gedeelte knijp ik wat weg, dat ik hier ruimte krijg, zodat ik daar de knoop kan leggen. Ik ben altijd zo gauw geneigd om naar beneden te gaan met mijn handen, maar ja, ik sta wel jullie dingen uit te leggen. Ja, zie je, dus ik maak ook maar 1 knoopje, want dan blijft de knoop ook zo dun mogelijk. Nou, dit gedeelte knip ik eraf, ook zo dicht mogelijk bij het knoopje. En het nosseltje knip ik ook zo dicht mogelijk eraf, zo. Kijk, dan heb je er 6. Zie je? Nou, nu gaan we dan voor de pols, gaan we dan zorgen dat de bobbel erin komt. Je moet altijd zorgen dat in ieder geval deze, kijk, dat die er niet doorheen getrokken wordt. Want daarmee zet je hem vast. Nou, we pakken er even ook weer een chromenballon bij. Zo. Nou, deze die druk ik helemaal naar het eind toe. Zo. En als je die techniek nog niet beheerst, kijk, ik leg namelijk, zie je, ik leg zo, leg ik mijn duim en mijn vinger en dan druk ik hem er doorheen. Het is even oefenen, maar als je het eenmaal onder de knie hebt, dan kan je er hele leuke dingen mee doen. Nou, deze heb ik ook. En zorg voor de pols, dat je in ieder geval hier genoeg ruimte hebt, anders dan snijdt het zo in de mensen hun pols. En ja, de ene pols is natuurlijk dikker als de andere pols. Nou, wat je nu doet is dit aan elkaar knopen. Zo. En de knoop leg je zo dicht mogelijk bij deze. Ja, zo. Dan knip je dit ook weer eraf. Voilà. En dan kan je hem eigenlijk zo, zie je, om je pols doen. Nou, dat ziet er natuurlijk niet uit, hè. Pak je deze. Hier doe je hem doorheen, zo. En dan doe je deze om je pols. Kijk, dan zit hij ook niet te strak. En dan heb je eigenlijk een heel mooi sieraad. En als je nou wil, ik heb natuurlijk die gouden. Dus je kan eigenlijk alle kanten mee op, zie je. Dan doe je de gouden eromheen. En zo kan je ook nog eens een keer wisselen van sieraad. Oh, ik ga uit beeld, dat is niet de bedoeling. Nou, en de zilveren om je vingers heen. Het is even oefenen, het is even gewoon kijken wat je ermee kan. Maar je ziet, ze zijn, ja, het zijn, even kijken, oh man. Ja, zo, anders krijgen we het op het beeld niet heel mooi. Je ziet nou wat je kan maken van chroomballonnen en van de bolletjes. Nou, ik hoop dat het lukt. Ik zou zeggen, leef je ermee uit. Mocht je ballonnen nodig hebben, en zeker als je geen chroomballonnen hebt en je wilt toch eens een keer wat gewoon proberen, kijk even op de webshop van ballonnen-hortje.nl. En ik zie je weer bij de volgende workshop. En misschien is het wel bij Halloween, want we zitten tenslotte in de Halloween-periode. Dit is de Haagse Ballonnenboer en Stekeltje. De Haagse Ballonnenboer en Stekeltje. Een konijntje of een olifant, een paardje of een stier. Ja. Ik maak hem echt zo.